Het ministerie van Justitie en Politie heeft vandaag de Suriname 1515 Verkeersveiligheidsmaand aangekondigd in het Blindencentrum. Het is de 6e editie van de Veiligheidsmaand. Deze maand, die tot en met 15 september duurt, heeft als doel aandacht te vragen voor verantwoord en veilig verkeer. De aankondiging vond plaats door Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie, en Helmoet Geesius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers. Het thema van dit jaar is Slow Down to Save Lives. Volgens Geesius speelt de snelheid een belangrijke rol bij verkeersveiligheid. Hij riep het publiek daarom op daarmee rekening te houden. Wat ons betreft, heer minister, geachte aanwezigen, focussen we ons tot 2020 op snelheid. We waren in gesprek met de commissie Verkeersveiligheid en daarbij was de directeur, ik dacht de heer Seedorf, ook aanwezig. En daar is dit ook zo besproken. Snelheid zou in feite meer aandacht moeten krijgen. En zeker tot het jaar 2020, want dan zitten we aan het eind van het decennium voor verkeersveiligheid dat door de VN geproclameerd is. Geesius zegt verder dat meerdere partners een bijdrage hebben geleverd om de verkeersveiligheidsmaand tot een succes te maken. Met name Telesuur, die 5000 stickers heeft gedoneerd, en Stivasuur, die hebben een belangrijke bijdrage hierbij geleverd. Minister Welzijn merkte op dat veiligheid een grondrecht is dat door een ieder gerespecteerd en gewaarborgd dient te worden. Verkeersdeelnemers moeten beter letten op hun gedrag. De meeste ongelukken gebeuren door onoplettendheid. Soms kan het door roekeloosheid zijn, onachtzaamheid, maar in de meeste gevallen gaat het gewoon dat je verslapt, dat je niet op je omgeving let. En dat is gevaarlijk. Wat kunnen we daaraan doen? Onoplettendheid heeft te maken met gedrag. Roekeloosheid heeft te maken met gedrag van mensen. En hoe ga je gedrag van mensen veranderen? Want, ik zei u reeds, we hebben in onze basis de vrijheid. We willen doen wat we willen. We willen vrij zijn in ons gedrag. En dan word je beperkt door regels. Maar die regels, die moet je jezelf inprenten. Je moet het gevaar, het risico zien, niet voor jezelf alleen, maar ook voor de rest, voor je omgeving. Tot zover Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie. Hij sprak vandaag bij de inluiding van de 6e Verkeersveiligheidsmaand, die loopt tot en met 15 september. Het thema van dit jaar is Slow Down to Save Lives.